Kroonsens binnen. Maar je moet er wel snel bij zijn. Want echt bokbier kent zijn tijd. Een spelcomputer, racebaan, cd-speler, nieuwe pop, een fiets, een dagboek met een slotje, een portable telefoontje, een vrijstaande villa in Wassenaar, een zeiljacht van minimaal 18 meter, een buitenhuis in Zuid-Frankrijk met helikopterplatform en, oh ja, een helikopter. U dacht dat Primafoon alleen telefoons had? Maar we hebben nu ook de beste speelfilms en de PTT telecompetitie. We zijn eigenlijk ook veel sterker, maar tot nu toe is er nog niet gescoord. Dat is toch jammer. Via de linkervleugel wordt nu een aanval opgebouwd. Dat is prima gedaan. Hoewel, gaat die bal er nou in of gaat die bal er nou niet in? Hoe is het mogelijk? Rex, tremende ma, je staat is Rex. Tremende ma, je staat is Rex. Tremende ma, je staat is Rex. Tremende ma. De gezinswagen in zijn klasse. De nieuwe Mazda 323 Sedan. Accurist Navigator. Travel the world's time zones with three international alarms. Accurist, the standard by which all watches are set. Schat, de auto wou niet starten en ik... Oh, shit. Tja, de nieuwe 323 hatchback. De betrouwbaarste auto van Nederland. De nieuwe Black & Decker Workmate 800 kan alles wat uw oude Workmate kon. En nog iets meer. Want met de Workmate 800 kunt u nu ook grote planken horizontaal klemmen. De nieuwe Workmate 800 met verticale klem van Black & Decker. I think you should get inside. Look what it's doing. Oh man, it's like nighttime out there. Look at that stuff blowing. This is unbelievable. It just turned over a car, Harvey. The car? Shit, I forgot about the car. Get Amazing wegligging. De nieuwe Mazda 323F. Epsonstylus 800 Plus zwart-wit piezo inkjet printer met 360 dpi en sheet feeder voor maar 598 gulden. Hop hop, in galop naar Phobis. Sensatie. The Night of the Proms 94. Klassiek ontmoet pop. Met John Miles, Paul Young, Belinda Carlisle en Toto. The Night of the Proms. Het orkest van de 20e eeuw, een enorm koor en wereldberoemde sterren. Zelfs zonder toegangskaarten op de eerste rij. The Night of the Proms. Van Eva. Thank you.
voetbal in het Sportjournaal, want vandaag zijn alle wedstrijden in de achtste finales van het KNVB bekertoernooi gespeeld. Dordrecht 90, de nummer laatste in de hoogste afdeling, ging in Amsterdam op bezoek bij Ajax 2. 7 jaar geleden bereikte het tweede team van Ajax al eens de kwartfinales. Bij Dordrecht 90 maakte Ronald Hoop zijn debuut. Hij is voor anderhalf seizoen overgenomen van Telstar.